Hey Lucas, hoe ben jij nou begonnen in vastgoed? En kan ik ook zo beginnen? Dat is de vraag van de video van vandaag. Het interessante is altijd, hè, wanneer je wat langer in het vak zit, dan zijn mensen altijd nieuwsgierig, hoe ben jij begonnen? Want ja, dat is natuurlijk de manier van spiegelen. Je hoopt natuurlijk dat je een vergelijkbare route kan aflopen als die ene persoon. En dat is het mooie. Kijk, als je naar de video's van mij kijkt, meestal ben ik iemand met slechte grappen en een beetje droog humor altijd. Ja, ik ben ook gewoon als normaal iemand begonnen. Ik heb ook gewoon mijn geld gespaard, mijn geld slim weggezet. En op een gegeven moment dat ik dacht van, dit kan beter. Laat ik dat gewoon gaan doen. En zo werkte het ook. Ik ben zo'n dikke 10 jaar geleden begonnen. Ik heb gewoon gedacht van, joh, ik wil mijn geld wegzetten. Ik wil ergens in gaan investeren. En hoe ga ik dat doen? Nou, toen had ik een maatje, die werkte in de makelaardij. En die zei van, Lucas, je moet gaan beginnen met vastgoed. Je geld slim wegzetten in vastgoed. En ik denk, ja, vastgoed, joh, dat 10 jaar geleden waren die panden ook nogal 200.000 euro. Ik denk, joh, ik heb geen 200.000 euro. Ja, ik niet tenminste, ik weet niet of het met jou zit, maar ik had het geld niet liggen. Kijk, ik had wel wat leggen, maar niet genoeg om vastgoed te kopen. Dus ik zeg tegen mijn makelaarmaatje, ik zeg, hoe doe je dat dan? Nou, hij zegt, ja, je maakt een businessplan, je legt het bij de bank voor. En de bank die kan dan kiezen om jou geld te geven daarvoor. Ik denk, nou, weet je wat, ik ga wat doen. En je denkt dan van, weet je wat, ik ga lekker slippel doen. Ik ga gewoon even een goed presentatietje maken. Ga even een voorleggen bij de bank. En de bank zegt dan van, hier, hier is geld. Goed idee, man. Goed plan. Nou, natuurlijk gaat het de eerste keer helemaal niet goed. Natuurlijk ga je eigenlijk finaal af. Maar met de juiste hulp ben ik destijds ook gewoon in zee gegaan. Die zegt je, Lucas, zo en zo moet je een businessplan opstellen. Zo en zo ga je geld regelen. En zo en zo kijk je goed naar een pand. Dus met de juiste hulp die je aanneemt, ben ik zo begonnen met vastgoed. En ik was natuurlijk erg eigenwijs. En ik dacht van, ja, dat kan ik zelf wel, dat regel ik zelf wel. De huurders regel ik zelf wel. En natuurlijk heb je dan ook fouten die je dan maakt, van die knullige fouten dat je denkt van, ach man, dat had ik dat al eerder kunnen zien. Nou ja, dat zijn domme fouten die ik destijds later heb moeten leren. 1, door te doen, later 2, onder begeleiding van. Het is niet dat ik aan het handje werd meegenomen of zo, maar dat ik wel een klankbord had. Iemand waar ik mee kon sparren, eens in de zoveel tijd. Van, hé, wat vind jij nou van het idee? Hoe zou ik dat nou anders aan kunnen pakken? En zo ben ik al gaandeweg gaan leren en steeds een beetje vastgoed gaan bijkopen. En ja, zo ben ik gewoon begonnen. Door het gewoon te doen. En niet altijd te denken van, ik kan alles wel blijven wachten altijd. Maar uiteindelijk, het beste wat voor mij overkomen is, is dat ik gewoon ben gaan doen. En ik zeg altijd, tijdens het vliegen het vliegtuig in elkaar zetten. Ja, want als je helemaal niet begint, dan komt er niks van de grond. Maar als je begint, dan kom je er wel. Want uiteindelijk kom je tot je destinatie. Destinatie is het woord? Destination, sorry. Dat was een beetje knullig. Maar goed, je snapt het idee. Hey, wil jij ook beginnen met vastgoed? Ga dan gewoon beginnen. Ga rondkijken. Ga kijken of je informatie en kennis van mensen in jouw omgeving kunt krijgen. Wie hebben daar nou verstand van? Want uiteindelijk, als jij begint, als dit uiteindelijk iets is wat je graag wil, ga er dan gewoon voor. En wacht niet langer, want blijven wachten, dat brengt je nergens. Voor nu, dankjewel voor deze video. En vergeet natuurlijk een duimpje niet. En abonneer je op dit kanaal, mocht je meer video's als deze willen zien. Ik zie je bij de volgende. Hoi hoi.